Rond 2 uur was het lek in Zwaagdijk Oost bij Koelhuis WFO gedicht. Maar dat betekent niet dat alle ramen en deuren meteen open kunnen. Het pand moet na het dichten van het lek eerst geventileerd worden. Op het moment dat er geventileerd gaat worden, ontstaat de kans dat mensen het gaan ruiken. Dan is het niet in een dusdanige concentratie dat het gevaarlijk is. Het lek ontstond rond 10 uur vanmorgen. De veiligheidsregio ontruimde een gebied van 100 meter en binnen een straal van 500 meter moesten ramen en deuren gesloten blijven. Daar was niet iedereen even blij mee. Deze visboer mist vandaag klandizie. Ik vind het een beetje belachelijk dat ze hier bij de rotonde alle afsluiten. Maar ja, dat blijkt makkelijker te zijn. Al hadden ze nou een stukje meer opgeschoven, dan kunnen de mensen hier gewoon nog hier bij het bedrijf Welkoop ook nog wat halen. En bij mij een visje. En terwijl de ramen en deuren netjes dicht zijn, gaan de mensen gewoon door met hun bezigheden. Buiten. Nou ja, al die poes past voor niks. Want zo is het toch? Hoe vaak gebeurt het? En dan laten ze de politie zonder maskers lopen en ik moet met. Kijk, een ammoniaklucht, dat ruik je altijd. Dus ja, doe je nooit meer boven een potje ammoniak, dan kun je het wel ruiken. En zolang je niks ruikt, gebeurt er ook niks. In het pand is de concentratie ammoniak hoog. Omdat het lek lastig te dichten is, moeten meerdere gaspakkenteams uit de regio eraan te pas komen om de lekkage te dichten. Ja, de leiding bevindt zich op hoogte. Dus ja, om daarbij te komen en de juiste afsluiter te vinden, dat is nog wel een opgave. Ja, ze hebben aanluchtcilinders hebben zij bij zich en ja, daar kunnen ze maar een bepaalde tijd mee opereren. Bij het lek zijn in het pand geen gewonden gevallen.